Aan de oever van de rivier van het land, aan de Suriname, ligt de hoofdstad Paramaribo. Deze stad heeft ongeveer 70.000 inwoners. Dat is bijna 1/3 van de totale bevolking van het gebiedsdeel. Bijna alle huizen zijn van hout opgetrokken, omdat dit materiaal in overvloed aanwezig is. En zo is Paramaribo een houten stad. Paramaribo is het centrum van de Surinaamse economie. Van hieruit leiden de draden diep het oerwoud in, tot ver in het lavagebied, bij de goudzoekers. Hier werkt men volgens verschillende methoden. Bijvoorbeeld zoals hier met de zogenaamde paté, die vooral bij het bodemonderzoek gebruikt wordt. Het lijkt zo heel wat. Maar per kubieke meter is de gemiddelde opbrengst toch slechts 2 gram. Dan de long tom, waarbij de goudhoudende grond gespoeld wordt over in richels liggend kwikzilver dat de goudbestanddelen vasthoudt. En tenslotte de machinale werkwijze die in hoofdzaak op hetzelfde neerkomt. Het ene jaar is het meer, het andere jaar is het minder. Een gemiddelde opbrengst van een paar honderd kilo is tenslotte de uitkomst. Maar behalve goud, dat men in geringe hoeveelheden in het oerbos vindt, treft men in Surinaamse oerwoud nog een ander erts, het bauxiet, dat bij Paranam en Mungo gewonnen wordt. Suriname is een ertsland met vooral enorme reserves aan bauxiet, de grondstof voor aluminium. Zodra de terreinen van hun begroeiing ontdaan zijn, kan met de bauxietwinning begonnen worden. Het zijn voornamelijk Creolen en Javanen die zich met deze arbeid belasten. Handen en voeten komen eraan te pas om een dynamietgat te boren. De bodem is namelijk zo hard dat hij door een ontploffing moet worden losgemaakt. Omdat de bauxietlagen in de omgeving der fabrieken geleidelijk zijn afgegraven, verwijdert de ontginning zich steeds verder daarvan en dringt dieper het oerwoud binnen. Een spoorweg van ettelijke kilometers vervoert het ruwe erts. De houdende grond gaat per transportband de fabriek in, waar hij eerst wordt gewassen om kleidelen en stenen zoveel mogelijk te verwijderen. Daarna wordt hij gemalen en vervolgens gedroogd in wentelende trommels van geweldige afmeting. De ertshoudende stof, die voor ongeveer de helft aluminium bevat, gaat dan naar Noord-Amerika om verder bewerkt te worden. Per jaar wordt er bijna 2 miljoen ton verscheept.
Behalve bauxiet heeft Suriname nog een ander exportartikel, hout. Dit hout, dat door bosnegers gekapt is, komt in vlotten de rivieren af naar Paramaribo om daar verscheept te worden. Een groot deel van het hout echter wordt ter plaatse bewerkt. Hout, dat in Suriname het enige bouwmateriaal vormt. Daarom worden ook de nieuwe huizen van hout opgetrokken. De nieuwe huizen bestemd om de krotwoningen die in Paramaribo nog in grote getale voorkomen te vervangen. Betere woningtoestanden voor de heterogene bevolking die uit alle delen van de wereld in deze stad bijeenkwam. De markt van Paramaribo toont de bonte verscheidenheid van al die rassen die door gewilde en ongewilde immigratie hier naartoe kwamen. Er zijn ook veel Creoolse marktvrouwen met haar typische klederdrachten, de Koto Missi. Ze dragen een hoofddoek die, al naar de wijze waarop ze geplooid is, de stemming van de draagster uitdrukt en altijd een naam heeft ontleend aan een gebeurtenis in het Surinaamse leven. Bij feestelijke gelegenheden gaan die vrouwen in optocht naar de dansplaats en geven daar op haar wijze uitdrukking aan de vreugde die ze ondervinden. Zo leven in Suriname de verschillende rassen als gelijken naast elkaar. Want als gelijken worden ze opgevoed, zodat zonder onderscheid van ras en geloof het onderwijs gezamenlijk genoten wordt. Want als gelijken worden ze verzorgd.
En als gelijken ervaren ze hogere beginselen. Zo is Paramaribo het centrum van geestelijk leven. Zo is Paramaribo het centrum van handel en verkeer. Het verkeer dat ook, dankzij de KLM, door de lucht met de rest van de wereld onderhouden wordt. De KLM onderhoudt echter niet alleen het luchtverkeer, maar zorgt tevens voor de luchtkartering. De luchtkartering die de eindeloze gebieden van Suriname in kaart zal brengen, om uit te maken waarheen de ontginning gericht moet worden, zodat de bodem op doeltreffende wijze geëxploiteerd welvaart zal opleveren aan het volk van Suriname.